Ik ben Lilian de Geus, drievoudig wereldkampioen en ik ben hard aan het werk voor mijn droom in Tokio op de Olympische Spelen. Op 12-jarige leeftijd ben ik begonnen met het windsurfen. Op 18-jarige leeftijd ben ik geselecteerd bij het watersportverbond, want ze zochten eigenlijk dames voor de Olympische Spelen in 2012. Want er was nog geen dame op de Olympische Spelen geweest sinds Doreen Vries. Ik won toen de World Cup en toen was ik ook echt direct geselecteerd voor de Olympische Spelen van Rio. Toen heb ik in Rio op 1 punt medaille gemist, wat een grote teleurstelling was. En toen ben ik keihard gaan trainen en ben ik in 2018 voor het eerst wereldkampioen geworden in Denemarken. En ja, dat was denk ik wel het mooiste moment van mijn carrière. Toen ik te horen kreeg dat de Olympische Spelen een jaar waren uitgesteld. Ik was toch best wel teleurgesteld, merkte ik. Want ik was gewoon klaar voor 2020. De Olympische Spelen bij ons in 2024 is IQ-foil geworden, het foilen. Dus dat is ook even anders. Toen hebben we besloten ook dat ik heb een half jaar ook gefoild. Dat gaf mentaal, gaf dat gewoon een hele boost om even wat met iets anders bezig te zijn. En toen had ik eigenlijk mijn eerste RSX-wedstrijd weer. En daar werd ik 9e. Dus ja, dat was toch wel een grote teleurstelling. Dat heeft wel voor een switch gezorgd. Waardoor ik echt weer, het vuur kwam echt weer bij mij naar boven. En ik wilde weer voor de eerste plek gaan strijden. Ik sta er gewoon goed voor, dat weet ik. Maar het is wel heel close en heel erg spannend. De Allianz ook altijd voor ons, zeker in het proces naar Japan toe, een hele belangrijke wedstrijd om met de concurrenten nog aan de laatste stappen te werken richting Tokio. Ik denk dat mijn concurrenten bang kunnen zijn voor zeker mij op de startlijn. Ik ben gewoon heel erg explosief en ik kan keihard pompen. En ja, ben ik gewoon de killer op het water.